Oh, ik heb het een paar afleveringen geleden ook gezegd. Ik word altijd genaaid in deze serie. Als mijn ouders komen kijken op de set of ze zijn in de buurt en ik zie dat ze naar me kijken terwijl ik een scène speel, dan kan ik opeens niet meer acteren. Yo mensen, leuk jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Reageren op Brugklas. En vandaag gaan we natuurlijk gewoon weer reageren op Brugklas, zoals ik al zei. Ik heb vandaag echt een super leuke dag gehad, want ik had namelijk de première van de grote slijmfilm. En daar had ik ook een hele leuke rol in. Ik speelde de broer van Bibi. Bibi kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel van haar eigen YouTube kanaal, dat ze slijm maakt en zo. Ik vond het dus heel erg leuk, want ik had de film nog niet gezien. En ik zag hem daar dus voor het eerst en ik vond hem hartstikke leuk. Dus ben jij benieuwd naar die film, ga hem ook zeker even checken. De grote slijmfilm, hij is echt heel erg leuk. En wat nog meer heel erg leuk is, ik was dus op de première en ik heb een fan. Die volgt mij al heel lang en die heeft ook een fanaccount van mij. Vincent Visser_fan, volgens mij uit mijn hoofd. Ja, die is bij elke première waar ik in welke film ik speel. Die is bij elke wedstrijd van Creators of C bijna. En die heeft mij gewoon dit shirt gegeven omdat ik dus bijna jarig ben. Ik ben 9 februari jarig en ik vind het echt hartstikke lief. Dus sowieso als je dit kijkt nog echt heel erg bedankt. Ik vind hem heel mooi, daarom heb ik hem nu ook aan met deze video. Gewoon een mooi shirt van Daily Paper, ik ben er hartstikke blij mee. Maar goed, we gaan gewoon weer reageren. En jullie denken misschien van, hey, komt Ramsey, komt Saber nog een keer? Jazeker, hij komt nog een keer. Alleen hij was deze week nog niet helemaal lekker. En we kwamen er niet helemaal uit qua planning. Want ik moet natuurlijk door de week moet ik altijd werken van maandag tot en met vrijdag bij GTST. Dus ja, misschien volgende week en anders een andere keer. Maar vandaag ga ik het gewoon weer alleen doen. En dat is ook leuk. Nou ja, alleen ik ben natuurlijk gewoon lekker met jullie. Dus ik ga gewoon met jullie weer kijken. En ik heb er weer zin in. Ik weet wel dat we nog één week update gaan kijken van seizoen 7. En daarna gaan we naar seizoen 8. Ik ga mijn koptelefoon opzetten, want we gaan lekker kijken. En we beginnen met update week 16, Brugklas seizoen 7. De aflevering heet Social Media Slaaf. Ik heb geen idee waar het over gaat. Ik weet het echt niet meer. In de thumbnail zag je ons weer zoenen, zag ik bij dit filmpje. Het wordt weer zo'n aflevering. Dus we gaan gewoon lekker kijken. Ik wil iets zeggen over ons, maar... Ja, ik vind je ook leuk. Ga je dat nog niet door? Vind je me leuk genoeg om het weer aan te maken? Als jij dat zo wilt noemen, dan vind ik dat prima. Wow. Dit komt wel... Echt uit het niets opeens. Ik start de aflevering en opeens is het zo van... Ja, ik wil eigenlijk een beetje praten over... Ik vind jou ook leuk. Escaleert wel snel weer, jongens. Dit ging eventjes te snel voor mij. We gaan gewoon eventjes terug naar het begin. Want ik... Dit ging gewoon te snel. Ik wil iets zeggen over ons, maar... Ja, ik vind jou ook leuk. Ja, ik vind jou ook leuk. Ga je dat nog niet door? Vind je me leuk genoeg om het weer aan te maken? Als jij dat zo wil noemen, dan vind ik dat prima. Het ging wel weer een beetje op zijn yeses. Nooit 100% zeggen wat hij nou echt voelt. Waar is het zelf voor? De hele wereld moet toch weer weten wat aan is? Maar ik weet zeker dat mensen geen social media nodig hebben om erachter te komen dat wij weer een relatie hebben. Ik weet weer een beetje waar het over ging. Sterre, Nola en ik kregen weer een relatie. En zij wilde gelijk een foto maken om op social media te zetten op... Ik weet niet hoe dat heet eigenlijk bij Brugklas. Het heet geen Insta, want dat mocht niet of volgens mij. Maar ze wilde het dus ergens op haar social media account zetten. En ik denk van... Hey, what are you going to do with that photo, girl? Want... En dan zegt zij van... Ja, ik ga het online gooien, want de hele wereld moet weten dat wij een relatie hebben. Maar dat vind ik natuurlijk niet zo chill. Het is ooit uitgegaan omdat Nola dus een foto had gemaakt dat wij samen waren. En had ik weer allemaal gezeik met mijn vrienden. Bla 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 bla. Ik ben tegen social media en tegen te veel telefoons in de serie als Jesse persoon. En Nola vindt het juist heel erg leuk en wil heel veel foto's maken. Heel veel dit en dat en social media. En ja, dat dus. Zo raar dat Jesse niet wilde ik een foto met hem plaats. Het zou eigenlijk beter zijn als iemand ons zogenaamd betrapt. Wil je dat ik een filmpje maak of een foto of zo? Ze probeert me dus gewoon te naaien door stiekem een foto of een filmpje te maken. Terwijl dat helemaal niet stiekem is. Het is gewoon afgesproken. Ik word weer... Oh, ik heb het een paar afleveringen geleden ook gezegd. Ik word altijd genaaid in deze serie. Maar goed, ik hou wel van deze serie. Dus dat is mooi. Dit ging ook weer allemaal heel snel. Maar het gaat er dus om. Nola die wil eigenlijk sowieso duidelijk maken dat wij een relatie hebben op social media. Dus laat zijn vriendin een soort van stiekem filmpje maken. Zodat het net lijkt alsof Nola het niet heeft gedaan. Maar uiteindelijk heeft ze het wel gedaan. En je moet maar eens een keer opletten. Je ziet straks. Nadat we dus hadden gezoend. Zie je Nola echt zo. Naar haar vriendin. Maar goed, kijk maar gewoon even zelf, hè, jongens. Een foto of zo. Oeh! Kijk, dat filmpje heb ik gezien. Waar bemoeien ze zich mee? Ja, ik ga echt achterkomen wie dit heeft gefilmd. En zie je dat? De zwart-groene tas. Deze van Daisy. Waarom zou je dat doen? Ik snap dat echt niet.
Ik ging helemaal als inspecteur en als detective ging ik checken wie die foto heeft gemaakt. Omdat ik vond dat ze er zich niet bij moesten bemoeien voor degene die deze... Ik weet niet meer wat ik nu aan het zeggen ben. Mijn zin is niet meer correct. Ik wilde er gewoon achter komen wie deze foto had gemaakt. Dus ik ging detective spelen en ik zei ze van... Oké, deze meid of jongen heeft een groene tas. Kom, we gaan kijken van wie die tas is. Oh, de tas is van Daisy! Oké, we gaan naar Daisy. We gaan nu naar Daisy. En toen stonden we bij Daisy. En toen ging ik vragen aan Daisy van... Hey, waarom doe jij dit, Daisy? Waarom zou je dat doen? Ik snap dat echt niet. Je dacht niet na. Ja, toch, Daisy? Ja, sorry hoor, maar het was niet mijn plan. Oh. Jullie hebben dit dus samen bedacht. Omdat jij niet wilde dat ik een foto op social media plaatste van ons, ben ik vet onzeker. Ja, dit hele gebeuren laat we zien hoeveel we van elkaar verschillen. Misschien is het gewoon een goed idee om gewoon niet samen verder te gaan. Wacht even. Dus het is in één aflevering uitgegaan, of aangegaan. En we zijn weer uit elkaar. Maar even een leuk feitje. In deze laatste scène toen we hier op die steen zaten. Dat weet ik nog goed. Kijk, er is een soort van dingetje. Als mijn ouders komen kijken op de set of ze zijn in de buurt. En ik zie dat ze naar me kijken terwijl ik een scène speel. Dan kan ik opeens niet meer acteren. Het is heel raar. Ik weet niet hoe dat komt en waarom ik dat heb. Maar mijn ouders die kwamen daar aanlopen. En ik zag ze toen tijdens die scène. En toen dacht ik opeens van... Ik wist mijn tekst niet meer. Ik kon het gewoon opeens niet meer. En toen zei ik op een gegeven moment tegen de regisseur van... mag ik heel veel stoppen? Want ik kan het gewoon, het lukt gewoon niet. Toen ben ik naar mijn ouders gelopen en zeg: papa, mam, ik hou heel erg veel van jullie. Maar zouden jullie alsjeblieft even kunnen weggaan? Want ik kan niet acteren als jullie erbij zijn. En ik heb geen idee waarom dat is en waarom ik dat heb. Maar misschien is het alsof ik me dan wil presteren of zo tegenover mijn ouders. Dat ik denk van, kijk, ik moet extra goed doen. En ik moet extra goed mijn best doen. En dat het dan juist niet gaat. Ja, dan ben ik gewoon eerlijk tegen mijn ouders. Zeg ik, yo, ik vind het niet fijn dat jullie erbij zijn. Zouden jullie alsjeblieft eventjes weg kunnen gaan? En dan wachten ze gewoon ergens anders en dan zien ze me daarna wel weer. Maar goed, dat was eigenlijk alweer deze weekupdate en ook deze aflevering. En dat betekent, jongens en meisjes, dat wij naar seizoen 8 gaan. We gaan naar seizoen 8. Dit is eigenlijk niet zo heel lang geleden voor mij. Dit was in de zomervakantie opgenomen. Dit weet ik wel nog. Dit weet ik wel nog, ja. Tot morgen, jongens. Zo, je ziet ons al gelijk ruzie maken op de achtergrond. June, een meisje dat het niet makkelijk heeft sinds ze op het Koning Willem-Alexander College zit. Oh ja, zij werd gepest. Is die wel hard genoeg? Oh. Hey. Sorry. Pestkop. Maar als jij me nou 5 euro geeft, dan pomp ik misschien die band voor je op. Aardig toch? Ik heb geen geld. Ik was wel iets anders op kan gebruiken. Oh, een pestkop. We hebben er weer eentje te pakken hoor, jongens. Een pestkop. Jongens, niet pesten. Pesten is niet leuk. Pesten is niet stoer. Pesten is voor sukkels. Maar goed, June, zo heet ze. June, die wordt dus gepest door deze jongen. Hoe gaat het aflopen? Je zag nou trouwens Nola en mij... Ja, Nola en Jesse zag je ruzie maken op de achtergrond. Ja, hè? Altijd ruzie. Wij hebben altijd ruzie. Maar goed, we gaan door. Hij had me al zo vaak gepest. Zo vaak dat ik thuis gewoon zat te huilen. Of dat ik 's nachts niet kon slapen. En ik wou gewoon dat zou stoppen. Dat hij zou stoppen. Rekenmachine. Wow. Hey! Je moet stoppen. Het pistool was helemaal niet echt. Wow. Het was een waterpistool van mijn broertje. Er worden gewoon ganoes getrokken op school. I'm in the ghetto. Ratatata. June, die werd dus gepest en die dacht van, yo, dit moet stoppen. Ik kan er gewoon niet meer tegen, ik kan niet meer slapen, ik moet huilen. En ze trekt gewoon een waterpistool die ze had geverfd of... Ja. Maar goed, met een geverfd zwart waterpistool bedreigt ze hem. En dat is natuurlijk niet handig. Ik snap het aan de ene kant wel, maar aan de andere kant snap ik het ook niet. Want het is geen goede oplossing. Maar het beste is niet goed. Dus ik snap dat dat vervelend kan zijn. Maar goed, wat heb ik hier eigenlijk mee te maken? We gaan het zien. Nou, zij zegt dus dat ze onschuldig is en dat ze Kevin niet heeft bedreigd. Maar ze kan het alleen niet bewijzen. We moeten haar helpen. Dit is oneerlijk. Ze wordt gepest. Even voor de duidelijkheid. Volgens mij, ik weet niet of dit nu allemaal duidelijk voor jullie is. Ja, er is dus een nieuw ding op school. Dat leerlingen straffen mogen bepalen voor andere leerlingen op school. Een soort van rechtbank. Ik was de advocaat. Dus dan werd je als brugger, als je een probleem had, werd je gekoppeld aan een advocaat uit de tweede. Ik was dus de advocaat van June of June. En Sterre, Nola, was de rechter. Ik probeerde Nola een beetje te... Weet je, ik zei tegen haar van, hey, kom op, laat een beetje... Zorg er gewoon voor dat ik win, weet je wel, als advocaat. En het is zielig, June wordt gepest. Dus laten we samen ervoor zorgen dat die andere guy gewoon geen gelijk krijgt. Nola is dan zo van, nee, ik ben de rechter, dus ik bepaal. En het is niet goed om onze machtsposities te gebruiken om samen te werken. En dat mag allemaal niet. We zitten in de rechtbank en dit is wat er gebeurt. Ja, dat het goed is als we eerst een filmpje gaan kijken die de rechtbank heeft ontvangen.
Mag ik even uitpraten? We gaan eerst het filmpje kijken. Ja. Ik maak je echt zo. Echt. Het was dus zo dat ik zou gaan liegen bij de rechtbank. Dus ik zou liegen tegen de rechters van... June heeft dat nooit gedaan. June was toen bij mij. Dat wilde ik gaan zeggen. Daarom zeg ik tegen Sterre van, of tegen Nola van... Yo, wacht even. Laat mij eerst even uitpraten. En zei ze, nee, eerst het filmpje. En toen liet ze het filmpje zien. Omdat ze wist dat ik zou gaan liegen. Dus ze heeft me gewoon gesaved. Opgeven. Zeg sorry. Beken dat je me bedreigd hebt. Ja, en dan hopen dat ze een beetje chill tegen je doen. Nu ze weten dat Kevin je pest. Dit waren de weekupdates. En ik vind het helemaal niet leuk. Oh nee, ja, het is echt jammer. Ik wil eigenlijk nog echt doorgaan met reageren, maar ik heb gewoon geen afleveringen meer. Ja, kijk, oké, ik kan ook gaan reageren op andere weekupdates die van dit seizoen, van seizoen 8. Als je dat leuk vindt, laat het dan even weten in de comments, want misschien ga ik dat dan wel doen. Maar ik heb geen afleveringen waarin ik dus op mezelf kan reageren. Ik vind het hartstikke jammer, ik vond het echt super leuk. Als jullie willen dat ik dus nog meer met Brugklas ga doen en nog meer ga reageren op dit soort video's, laat dan eventjes weten. Maar voor nu... is de video weer afgelopen. Dus vond jij deze video leuk? Laat dan even een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. We gaan super lekker. Ik hou van jullie. En ik spreek jullie later.